Goedenavond. We vieren de bevrijding van ons land altijd op één dag vandaag. Maar het duurde wel 8 maanden. Het ging hortend en stotend, met momenten van intense vreugde, maar ook van intens verdriet, dat later maar gauw werd vergeten. Naar die complexe tijd gaan we vanavond terug met een special. Zoals altijd extra lang en vol met uitzonderlijke, vaak nog nooit vertoonde beelden. I'm gonna get myself straight. I feel it's never too late to make a brand new start. Het bevrijde land in kleur. Recent gevonden beelden. En die kleur haalt het weer zo dichtbij. 70 jaar geleden. Het is net gebeurd. Het begon allemaal met D-Day. De landing van de geallieerden op de kusten van Normandië in juni 1944. En het leek daarna zo snel te gaan. Frankrijk was in 80 dagen bevrijd. Maar België ging al iets langzamer. En toen kwam Nederland. De waarheid is dat Nederland voor de geallieerden geen groot belang had. Einddoel was het Ruhrgebied en dan Berlijn, de eindoverwinning. Ons land was voornamelijk belangrijk voor zover het op die route lag. Limburg, Brabant, maar niet Zeeland, Holland of het Noorden. Dat kwam allemaal later wel. Die tactiek heeft de bevrijding van ons land tot een verscheurend traag proces gemaakt. Waarin één deel al was bevrijd, terwijl het andere nog een hongerwinter in moest gaan. We beginnen 12 september 1944. De geallieerden staan in Limburg aan de grens. Hallo Radio Oranje. Ik spreek nog uit Brussel vandaag, maar breng u het nieuws uit de eerste Nederlandse stad die door de geallieerden is bevrijd. Maastricht. Begon van Alkmaar de victorie, van Maastricht begint de bevrijding. 4 jaar, 4 maanden en 4 dagen nadat de Duitsers ons land waren binnengerukt, stroomden eenheden van het Amerikaanse leger onze oudste stad binnen. We hebben angstige dagen doorgebracht, maar godzijdank, wij zijn er goed van afgekomen. Ook ons huis en inboedel, alles is ongedeerd. Trouwens, we kunnen wel zeggen dat Maastricht op wonderlijke wijze van alles is gespaard gebleven. In de tussentijd waren de voorposten van de Amerikanen ook al in Wiek geweest en daar was feest. Ik was toevallig op het Vrijthof. Daar kwamen de eerste Amerikanen door de Brede Straat. Ze hadden een noodbrug aangelegd over de Maas en zo kwamen zij gewoon gewandeld naar Maastricht. Het gejoel en geschreeuw was geweldig. In een minimum van tijd overal de vlaggen uit. De straten waren als het ware bedekt met oranje. Waar die oranje lappen vandaan kwamen, dat weet nog niemand. De Amerikanen liepen allemaal versierd met oranje strikken. En overal werden hen oranje bloemen gegeven. De mensen waren al gek. En de Amerikanen, zo kalm, zo voorkomend, zo vriendelijk. Wel even wat anders dan het gesnauw en gestamp van die rotmoffen. Hallo Radio Oranje. Dit is Robert Kiek, oorlogscorrespondent van het Algemeen Nederlands Persbureau te Londen. Van het front kan ik u vandaag nauwelijks enige feiten noemen die u veel houvast vastgeven. Een paar dagen geleden heb ik u verteld dat er in de nabije toekomst op Nederlands grondgebied geschiedenis zou worden geschreven. Daar zal voor een deel de strijd om Duitsland worden gestreden. En voor die strijd worden op dit ogenblik in België de nodige voorraden aangevoerd. 2 en 3 rijen dik
reden de grote lorries beladen met manschappen, benzine en munitie naar het front. En dan kwamen nog de eindeloze rijen wagens waarvan ik de inhoud niet nader zal beschrijven. Daarin liggen de surprises waarmee de moffen binnenkort kennis zullen maken. On September 16, 1944, certain airfields in Britain saw history in the making. For the first time, an entire army was to be carried overseas into enemy territory, with men, guns, tanks, and supplies complete. A great fleet of aircraft stood ready to embark the paratroops and glider-borne troops for Holland. More than 1,000 transport gliders were used. Even voor vieren verschenen de eerste bommenwerpers aan de horizon. Langzaam maar zeker kwamen ze in onze richting gevlogen, in een eindeloze reeks. Het waren Halifaxes, Stirlings en Dakota's. Velen hadden zweefvliegtuigen op sleeptouw. De hemel boven ons geleek een bewegelijk grijs plafond, juist onder het wolkendek. Een ontzagwekkend vertoon van macht. Het scheen me toe dat niets ter wereld deze gestage stroom zou kunnen stuiten. Het sonore, alles vervullende dreunen van honderden en nog eens honderden motoren maakte een magische indruk op onze man. Zondagochtend waren we aan tafel gegaan en hadden eitjes gebakken. Toen we vliegtuigen hoorden en even gingen kijken, zagen we vliegende forten in formaties van 6. Steeds meer dreunde eraan. Vliegtuigen kwamen heel laag over. Het huis stond te trillen. We zagen nog net door het raam parachutes vallen. Toen het enigszins bedaard was, keken we naar buiten. In de tuin lagen een stuk of 6 parachutes. Een groene en een blauwe gekleurde vlak voor het raam. Die hadden het dak getroffen. Aan de oprijlaan lag een groene en een oranje parachute. En op het land voor het huis leek het net een lappendoek. Allerlei gekleurde parachutes lagen in het rond. Een dode Engelsman lag voor het huis. Hij werd door een Duitser onderzocht. The following message, dated September the 17th, 1944, is addressed to the people of the Netherlands. Strong forces of the 1st Allied Airborne Army were landed in Holland this afternoon. Bij Nijmegen is onbeschadigd in geallieerde handen. Geallieerde strijdkrachten dringen over de brug heen in de Betuwe door om contact te maken met de delen van het luchtlandingsleger die zich verschanst hebben in de buurt van Arnhem. Negen dagen lang hebben zij de woedende aanvallen van de nazi's weerstaan. En toen, op 26 september, het bevel werd gegeven terug te trekken over de rivier, kwamen zij tevoorschijn als een trotse, hoogmoedige groep. Parachutisten,
zweefvliegers, schrijvers, koks en oppassers. Alle soldaten. 2000 man sterk van de 7500 die de slag waren begonnen. De stemming is somber. Gisteren om 19:30 moest heel Arnhem ontruimd worden. Het bruggenhoofd bij Arnhem is in handen van de Duitsers gevallen, die meer dan 6000 gevangenen, veel auto's, zweefvliegtuigen enzovoort hebben buitgemaakt. De hele geallieerde opzet daar om door te breken naar de Siegfriedlinie en het Ruhrgebied binnen te vallen is mislukt. Ze trekken nu van Eindhoven naar Den Bosch op. Het is afschuwelijk. Op die manier zitten we er van de winter nog in. Op 17 september jongstleden gaf de regering via Radio Oranje last tot een algemene staking van het spoorwegpersoneel. De regering ontveinsde zich niet dat aan deze beslissing zeer grote gevolgen vastzaten. De stopzetting van het spoorwegverkeer in Nederland heeft uitmuntende diensten bewezen aan de geallieerde oorlogvoering. Wat echter de geallieerden bij Maas en Waal gelukte, kon bij de Rijn niet ten uitvoer worden gelegd. Hierdoor werd de aanvankelijk zo snelle opmars der geallieerden tijdelijk gestuit. Er dreigt zeer zeker in de grote steden hongersnood indien de bevrijding nog een ruime tijd op zich zal laten wachten. Het is gemeen koud in de vroegte. We gaan hoe langer, hoe dieper in de put. Het is gewoon ellendig om zo te leven. Alles wordt met de dag onzekerder. Vooral de eterij baart zorgen. Want de voorraden minderen met de dag en er wordt niets aangevoerd. Ieder zorgt maar zo'n beetje voor zichzelf. Want de rantsoenen zijn zo laag geworden dat je er niet meer van kunt leven. Ik zie tenminste geen kans om te werken op 250 gram brood en 300 gram aardappels per dag. Het is weer hetzelfde liedje. Dezelfde eentonige, hopeloze sleur van honger, kou en ellende. Overal waar je kijkt hetzelfde. Iedere dag een heleboel hongerlijders bij het uitdeellokaal om een portie soep. Wat er vandaag voor soep was, wist niemand. Het was dun en het had een vuilwitte kleur. Net gootwater. Maar de smaak ging nog. Er was echter veel te weinig, zodat ik hongerig heb gewerkt en weer hongerig naar huis ging. To the people of the islands in the Scheldt, the Supreme Allied Command warns you that a severe aerial bombardment against enemy installations is necessary. For your protection, move to a place of safety immediately. Het water stroomt het dorp in. Het is juist vloed en vele burgers verdrinken in de schuilkelder. Ongeveer 200 doden. Een van onze collega's verliest bij dit bombardement 17 familieleden, die van zijn vrouw meegeteld. Als we 's morgens naar buiten kijken, zien we water, water, water. Onder de brug is het een kolkende massa. De stad is over en over bevolkt. Plusminus 47.000 mensen zitten hier opeengehoopt. Most important of recent newsreel films from the Western Front are the pictures of the attacks on Flushing and Vescapella, the assault on the half-flooded island of Walcheren. This battle, of course, was a vital part of the struggle to free the approaches to Antwerp, and the importance of Antwerp as a supply port certainly needs no stressing. An equally vital part of the battle for Walcheren was the attack on Vescapella. Our heavy guns have been... Om 4:00 komt zuster Verschuren aangehold. De Engelsen zijn in de Zandstraat met tanks. We geloven haar niet. En ze loopt kwaad weg. Maar komt even later terug om te vertellen dat ze in lange file gesignaleerd zijn. Ze kwamen van Koudekerken. Nu moeten we het wel geloven.
Schelde was weer open. De haven van Antwerpen kon het oorlogsmateriaal verwerken. Maar de zeeuwen betaalden het gelag. Uit de bevrijde steden van het getroffen Nederland kwamen de eerste groepen kinderen naar Engeland. Bleek en ondervoed, na 5 jaar onder Duits bewind, kwamen ze aan. Tuesday, March the 13th, 1945, will become an historic day in the history of the Dutch people, for it was on this day that Her Majesty Queen Wilhelmina first returned to her native country after nearly 5 years in exile. The greater part of the country is still occupied by the enemy, and it was only in the southern provinces that the Queen could once again be united with her people. Now Her Majesty is crossing the frontier. She's speaking to an Allied general, and she is just at the frontier at the moment. The crowd is getting more and more excited, and Her Majesty has stopped just short of the frontier and is speaking to the British officers standing there, the British and Dutch officers who are waiting to meet her. From Ada, the Queen drove through the shattered villages and towns of Zeeuws-Vlaanderen. Some of the heaviest fighting of the war had taken place here in September last year. The Queen's car has just been seen coming round the corner. First come the military police. The excitement is growing greater and greater. The sun is shining beautifully, and everywhere there are orange flags out. And here comes the train. And numbers of children crowded round the microphone and started singing the Dutch national anthem. Broodrantsoen is alweer verlaagd tot 400 gram per week. Ze konden de distributie beter geheel opheffen en hout beschikbaar stellen voor lijkkisten. Vanmorgen is Co weer op stap gegaan om me in het Uitheem ziekenhuis opgenomen te krijgen. Het is nu zover dat mijn opneming alleen nog afhankelijk is van de toestemming van de GGD. Er komt eerst nog een zuster op huisbezoek en als zij de omstandigheden juist bevindt, dan is de zaak oké en word ik opgenomen. Ik hoop dat volgende week de zaak voor elkaar komt. Om 6 uur kwam er nog een zuster van de GGD. Na enige vraag gaf ze me een briefje met toestemming voor opname. En ook kreeg ik nog een doosje sardines. Nijmegen, hopping off point for the Rhine offensive, a mad whirl of traffic heralds the approach of zero hour. Transport of the 1st Canadian Army is marshaled into starting positions for the drive. For many weeks, a static period has been enjoyed in the north. This has enabled General Montgomery to regroup and lay the foundation for the last round offensive. In de buurt van Deventer bevindt zich het graf van een Duits soldaat. Wat wil het geval? 6 patriotten waren gevangen genomen.
een saniteitsunteroffizier, kreeg opdracht hen te fusilleren. Hij deed alsof hij het bevel niet begreep. De commandant, woedend geworden, herhaalde zijn bevel, richtte zijn pistool op hem en zei: "Knal die terroristen neer." De saniteiter schudde zijn hoofd en zei zijn geweten met zulke moord niet te willen belasten. Meteen daarop viel hij dodelijk getroffen ter aarde, daar zijn commandant hem neerschoot. Deze man verdiende niet een Duitser te heten. Hij was een karaktervol soldaat. Op 12 april 1945 stonden de Canadezen aan de zuidrand van Groningen. Die avond begon de uittocht van NSB'ers en andere foute Nederlanders. Bepakt en bezakt gingen ze op reis, kinderwagens vol met spullen voortduwend en verscheidene jassen over elkaar aangetrokken. Op de hoek konden we een blik werpen op de brandende Ebbingenstraat. Vlammen sloegen vanuit de huizen horizontaal over de hele straat heen. Het knallen van het brandende, kurkdroge hout was oorverdovend, alsof er met vele mitrailleurs tegelijk geschoten werd. Vroeg in de ochtend werden we wakker door het lawaai van een carrier met Canadezen die met een mitrailleur op de Duitsers bij de Ebbingenbrug schoten. We waren vrij. In het dorp worden de moffenmeiden kaal geschoren. Er werd er zelfs een uit bed met een mof gehaald. Die meiden worden dan voor hun huis gezet en kaal geschoren, zodat iedereen het goed kan zien. Bij sommigen wordt met rode menie een hakenkruis op hun hoofd geschilderd. Anderen die worden op een handkar gegooid, waarna ze door het dorp worden gereden. De meid die uit bed met die mof was gehaald, moet op haar blote voeten het dorp door. Na een rondgang door het dorp worden ze opgesloten in de kelder van het politiebureau. Rehabilitatie. Mejuffrouw Marietje Walraven is ten onrechte kaalgeschoren. Aan haar kan een pruik worden afgeleverd. The fact that food for the civilians of Holland was passed through from the Allies to the Germans while a state of war still existed. Why did the Germans agree to this plan? The German commander realized the many difficulties of fighting a battle with a hungry, hostile population behind him. Furthermore, certain influential Dutch people approached the Reichskommissar with a plan for relieving the starvation of the people of Holland. As a result of these negotiations, a wireless message was received by the 1st Canadian Division, who were in the line, asking for arrangements to be made for a parley for the distribution of food. Vliegen nu humanitaire missies naar de hongerende mensen in Nederland. Vandaag vloog ik mijn eerste en het was geweldig. We kwamen informatie overvliegen op 120 meter. We zagen de mensen naar ons zwaaien en er stond many thanks en thank you in bloemen gespeld. Ik kreeg er tranen in mijn ogen van en daar schaam ik me helemaal niet voor. We dropten ons voedsel. Ik denk dat we vandaag eindelijk iets goeds hebben gedaan, in plaats van de steden te bombarderen en de mensen op te blazen. Deze missie doet me beseffen dat er nog steeds goed in de wereld bestaat. Een jongen vraagt me hem even te helpen een zak margarine uit de sloot te vissen. Zonde, al die margarine is smerig geworden. Er valt een stukje op de grond. Ik eet het op. Het zit wel vol met modder, maar wat geeft dat? Het is lekker. We gaan nu het veld op, waar ze druk bezig zijn met het versjouwen van zakken. Wat een ongelofelijke hoeveelheid zakken en pakken liggen er op dat veld. Er wordt net een ketting gevormd, van een stapel zakken naar de kant van de sloot. We gaan ertussen staan. Alles wat de Engelsen hebben uitgegooid is in zakken.
erwten, bonen, chocolade, suiker, meel, thee, zout, gist, peper, mosterd, cornetbeef enzovoort. De zakken thee gooi je verreweg het makkelijkst. En wat ruikt dat heerlijk. Daar is een zak margarine kapot. De margarine puilt eruit. Allemaal steken onze vinger erin en proeven. Heerlijk is dat. Het mag eigenlijk niet, maar dat kunnen we toch niet laten. Dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. May I ask first if General Blastitz has had a copy of the order to surrender? Der Unterhitzer möchte wissen, ob Herr General Oberst eine Abschrift gehabt haben von diesen Bedingungen der Übergabe. Ich habe. Aber. Landgenoten, wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht. Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland hebben gecapituleerd. Morgen vroeg, 8:00, dubbele Britse zomertijd, zal de capitulatie van kracht worden. Landgenoten, Nederland is vrij. Zijn de Canadezen dan hier? En we zijn werkelijk vrij. Van werken thuis komt niet veel. Je hebt nergens rust, wilt alles zien en beleven. Bij iedere tank of auto met Canadezen wordt hoera geroepen. Begin mei beloofde ik, voor zover dit menselijk gesproken mogelijk was, dat er geen Duitser zou worden toegestaan enig buitgemaakt voorwerp uit uw land mee te nemen. Elk voertuig en elke Duitser, zonder aanzien des persoons of rang, en inclusief generaal Blaskowitz, is verschillende malen onderzocht en gefouilleerd en alle buitgemaakte artikelen zijn hen afgenomen. In mijn vroegere uitzending in mei deelde ik mede dat het eerste Canadese Corps een dubbele taak te vervullen had in uw land. De eerste taak was de evacuatie van de Duitsers. Deze taak is nu volbracht. Ongeveer 130.000 moffen werden op mars gezet om uw land te verlaten richting Duitsland. Nog ongeveer 3000 Duitse manschappen van de Genie over, die hier gehouden zijn met het doel om over de 2 miljoen mijnen die gedurende de bezettingsperiode in uw land gelegd zijn, te ruimen.
Deze Duitse genietroepen zullen gedurende vele maanden bezig gehouden worden om deze gevaarlijke objecten te verwijderen. Al de leden van de Nederlandse SS-divisie zijn opgesloten in de Harskamp en zijn nu ter beschikking gesteld van de Nederlandse autoriteiten. Doe iedereen de groeten van mij en zeg hun dat ik tot het laatst mijn plicht tegenover de NSB zal vervullen en hoop zorg te dragen dat niemand zich over de leider der NSB zal hoeven te schamen. Ik weet dat duizenden met getrouwheid staan in de volle overtuiging dat wij ons best hebben gedaan. Wat zal het heerlijk zijn als dit eens door ons volk zal worden ingezien. Nederland heeft heden de slachtoffers van het verzet op tredende wijze geëerd. 422 van hen hebben een aanvankelijk naamloos graf gevonden in de Hollandse duinen bij Haarlem. Daar, in die wijde ruimte, waarin stilte en storm het ruisen van de zee eeuwig is, zullen zij een eregraf krijgen. Als symbool voor al die Nederlandse mannen en vrouwen die onder een onmenselijk schrikbewind hun leven voor de nationale zaak hebben gegeven, is heden het stoffelijk overschot van Hanni Schaft op den eregrafhof te Overveen ter aarde besteld. Zij was de enige vrouw onder deze 422 dapperen. In haar eert men ook al die andere strijders. Just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo, then later, a movie too, and then home. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Een transport regelrecht uit Duitsland komt in Bergen-op-Zoom aan.
De hele stad loopt iedere avond uit naar het stationsplein om de aankomst van de trein af te wachten. Door middel van luidsprekers worden de namen van de terugkerenden afgeroepen. Om 5:30 kwam ik na 4 maanden weg te zijn geweest als een wrak thuis. Mijn vrouw schrok zich bijna dood toen ze mijn porum zag. En ik heb gelukkig vrouw en kinderen gezond teruggevonden. Ik ben blij dat ik thuis ben. Wat gaat er in deze mensen veel om, nu zij bevrijd uit het concentratiekamp weer in hun vertrouwd Amsterdam terug zijn. Onder grote belangstelling van de buren komen moeder en dochter behouden thuis. Vader is helaas achtergebleven. I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. De oever op, met z'n allen, zo doe je dat. Het land was beschadigd. Huizen, bruggen, wegen, sporen. En de mensen eerlijk gezegd ook, door alles wat ze hadden gezien en gedaan. Of juist niet gedaan. Maar je ziet de veerkracht van de beelden spatten. De mensen pakken hun boeltje op en gaan door. Het motto van de wederopbouw, je ging door. Met als ironie dat de mensen al gauw ook doorgingen met oorlog voeren. Eind 1945 stuurde Nederland de eerste militairen naar Nederlands-Indië om te voorkomen dat de mensen daar zich van ons zouden bevrijden. Dit was Andere Tijden, terug naar de onze. Maar voor meer bevrijding op onze site npogeschiedenis.nl vindt u een webapp met beelden plus dagboekfragmenten van de bevrijding in 50 Nederlandse plaatsen. En volgende week ziet u ons hier weer gewoon terug met iets heel anders. De strijd om de fluoridering van ons drinkwater. Hoeveel snoep je op een dag? 'S morgens, 's middags en 's avonds. Wat snoep je dan? Milkwei, Mars, Spritz, Pennywafel. Dat ik 18 was, had ik een gebit. We hebben fluoride. Het kan geen kwaad. We weten zeker dat het veilig is. Zeer effectief. En ze willen. Maar toen ging het mis.